dat ze ook een goede operatie geweest. U weet, ik heb goede afspraken gemaakt met mijn collega-president van Guyana. En dit was een van de zaken die besproken zijn, namelijk goede samenwerking tussen de inlichtingen en veiligheidsdiensten van de twee landen. Dit is het eerste resultaat van die samenwerking, dat wij op basis van goede informatieuitwisseling dit resultaat hebben bereikt. En ook deze zaak zal onder leiding van het Openbaar Ministerie goed onderzocht moeten worden. Want we hebben webdrugs in beslag genomen en andere materialen die als bewijsmateriaal moeten gaan dienen. Maar we hebben ook die verantwoordelijken nodig. Die verantwoordelijk zijn voor het aanvoer, voor ook het zorg dragen dat hier handelingen zijn verricht. En dat ligt aan het Openbaar Ministerie om al deze personen zichtbaar te maken en die ook te onderwerpen aan strafrechtelijk onderzoek. En uiteraard hun voor het gerecht te brengen.